Leo werd te vroeg geboren en moest opgenomen worden in het NITCAP-center. Dat was niet zo erg als het toen klonk. Integendeel. Hij heeft er zijn eigen kamer waar ik kan blijven slapen. De afdeling is hier zo stil. De wanden bestaan uit speciaal geluiddempend materiaal en het licht wordt gedimd. Zo kan Leo ongestoord slapen en wakker worden zonder te veel energie te verspillen. Fantastisch is dat ik hem mag helpen verzorgen. Hem troosten door hem te strelen of zijn handje vast te houden. Urenlang houd ik hem tegen mijn lichaam, huid op huid, waardoor hij heel rustig wordt. Hij is dan stil aan het genieten. Kangoeroezorg heet dat hier. Maar weet je wat ik echt geweldig vind? Dat de dokters en verplegers aan mij vragen hoe het met Leo gaat. Niet ik aan hen. Zo hoort het toch? Na de geboorte van Eva en Fons zijn ze snel opgenomen op de neonatale afdeling. En dan word je als papa en mama heel snel geconfronteerd met het feit dat de zorgen voor een premature baby niet hetzelfde zijn als de zorgen voor een normaal geboren baby. Het NITCAP-programma heeft ons eigenlijk toegelaten om voor Eva en Fons toch te zorgen en hun te leren kennen. Dus je wordt door de verpleegkundige keeper enorm gestimuleerd om te kijken naar hun gedrag en om te helpen in de verzorging. Je kan hun ook een aantal uren per dag op je nemen in kangoeroehouding. En daardoor ontwikkel je eigenlijk een intieme band al met je baby. De gepersonaliseerde en zeer geïndividualiseerde aanpak laat eigenlijk toe om met de verpleegkundige equipe echt een band op te bouwen, ook met de vaste verpleegsters. En dan eigenlijk stilletjes aan de zorgen van Eva en Fons meer en meer op te nemen. Tot op een bepaald moment dat de medische toestand het toelaat om Eva en Fons mee naar huis te nemen. De ontwikkelingsgerichte zorg voor Fons en Eva geeft hen veel kansen in het leven. En dat appreciëren we enorm. Individuele ontwikkelingszorgen helpen om het prematuur geboren kind te begrijpen en te beschermen. Dit zal de toekomst van het kind en zijn familie veranderen.